Vandaag deel 2 van het diner wat we aan het voorbereiden zijn. De eerste keer heb ik stokbrood met dat aparte knoflookbolletje gemaakt. En nu is het tijd voor de amuse. Dan heb ik hier een blik Unox ettensoep. Hier ga ik een bitterbal van maken met schuim van rookworst. Voor schuim van rookworst heb ik hier een magere rookworst. Die ga ik zo in stukjes snijden. Dan maak ik een schuim van. De ettensoep heb ik ingevroren. Klein stukje maar, het zijn bitterballen. En je kunt een vloeibaar iets natuurlijk niet tot een bitterbal maken. Dus ik heb hier dus een stukje rookworst. Die snij ik gewoon even in kleine blokjes. En die doe ik dan even aanfruiten. In een klein stilpannetje, op zacht vuur. Een heel klein beetje olie in. Dat gaat plakken. De worst die doen we er gewoon in. En dan gaat de worst een beetje smaak aan vergeven. Zachtjes, een paar minuutjes laten pruttelen. Nou, de worst die is warm en die is eigenlijk gewoon een beetje aangefruit, zeg maar. En dan doen we alleen maar een beetje slagroom bij. En het laten we even warm worden. Maar dat is eigenlijk, dit zijn eigenlijk alle ingrediënten voor het schuim. Nou, de worst met room gaat in de blender. Het heeft een paar minuutjes gekookt. Zodat de smaak goed in de room getrokken. En het enige wat we nu doen is even pureren. Nou, de room heeft een soort bigger kleur gekregen. Gaan we even door de zeef. Een hele pannetje in. Het hoeft natuurlijk niet zoveel te zijn, hè? Het is maar voor een amuse. Het is maar eigenlijk een klein hapje waar je gewoon één kou weg kunt krijgen, zeg maar. Even mee doorheen. Blijven eventueel de laatste stukjes die blijven nog achter in de zeef. Nou, ik heb dus die ettensoep, die heb ik dus laten bevriezen. Zo kan ik er een mooi rondje van maken. Dus ik maak gewoon rondjes ten bitterballen. Iets kleiner misschien. Die vorm je gewoon met hand. Zodat je ze mooi kan paneren zometeen. Zo wordt dat. Nu gaan we paneren. Altijd eerst door de bloem. En door het ei. En dan door de paneermeel. Doe nog een keer dat ei. Doe nog een keer dat paneermeel. Je moet er een goede laag omheen, omdat het natuurlijk soep is. Willen we wel een goede paneerlaag omheen. Het worden niet zo'n hele mooie egale balletjes, maar dat is gewoon normaal. Nu gaan we een bitterballetje frituren. Zometeen rollen we hem een beetje om. Anders moet je wel genoeg veel olie erin doen. Maar het hoeft maar een paar minuutjes. En dan dienen we hem op. Nou, we hebben hem een paar minuten gebakken. Laten we hem even uitlekken op een keukenvelletje. En dan maken we het af. Dan gaan we het schuim nog even luchtig maken. Mm.
Hier zit hij. Dan heb ik hier een ouderwetse amuse-lepel. Die zie je niet zo vaak meer. Dan leggen we het rookworstschuim leggen we erop. En dan hebben we hier een bitterbal. En dan kom je aan tafel en zeg je: eet smakelijk.